Morgen. Ik hoop dat jullie nog een beetje puff hebben voor deze sessie. Na de, het interessante verhaal van Philips en wat Philips voor de gezondheid kan betekenen, trek ik het iets breder en smaller. Mijn verhaal vandaag gaat over gezondheid voor mens, dier en aarde. 30 jaar geleden werd ik in India voor het eerst in mijn leven geconfronteerd met honger. Om iemand in de ogen te kijken die daadwerkelijk uitgehongerd is, dat snijdt in je ziel. Maar gelukkig hebben wij in de afgelopen dertig jaar veel bereikt. Er is veel meer voedsel geproduceerd, technologisch hebben wij veel gedaan en tegelijkertijd is de bevolking met 50% toegenomen. En dus ook het aantal monden om te voeden. 800 miljoen mensen gaan met honger naar bed. En dat betekent dat we nog heel veel te doen hebben. Tegelijkertijd leidt de wereld aan een groeiende ziekte. En die ziekte heet obesitas. Van de Verenigde Staten tot Europa, van Azië tot Afrika, obesitas is groeiend. Maar liefst 2 miljard mensen, waarvan 400 miljoen kinderen, lijden aan obesitas. En ik heb zo de indruk dat het afgelopen COVID-jaar daar niet veel aan heeft geholpen. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen zien wat het betekent voor kinderen als ze obesitas hebben voor hun motorische ontwikkeling. Ik heb in klinieken kunnen kijken en met mensen kunnen spreken die een maagverkleining moesten ondergaan. Ik heb mensen gezien die door ernstige diabetes hun been afgezet moesten worden. Diabetes en uh, obesitas. Hebben veel aandacht in de gezondheidszorg, in allerlei gremia, en toch hebben wij die curve met elkaar niet kunnen buigen. En dan de aarde. Hoe maken wij ons voedsel eigenlijk? We maken steeds meer voedsel, steeds goedkoper voedsel, maar wel ten koste van iets. Ten koste van onze aarde. We produceren op een manier die niet door kan gaan. Als we kijken naar onze oerbossen. Die langzaam maar zeker teloorgaan gaan om vee veevoeder te produceren. Als we kijken naar toenemende droogte en overstromingen, plagen en bosbranden, watertekorten, onze biodiversiteit die achteruit holt. Klimaatverandering is zichtbaar in ons voedselsysteem en tegelijkertijd draagt ons voedselsysteem bij aan die klimaatverandering. 30% van onze broeikasgassen komt van wereldwijde landbouw. Dit zijn ongelooflijke cijfers. En zorgelijke ontwikkelingen. En misschien denken jullie thuis allemaal... waarom komt mevrouw Schippers op mijn vrije zaterdagochtend... nou met dit soort doemverhalen? Wat kan ik hiermee? Nou, als je er niks mee kon, dan zou ik deze verhalen niet vertellen. Het mooie nieuws is, wij kunnen er allemaal iets aan doen. Wij kunnen allemaal het verschil maken. En vandaag heet het, Nederland maakt de impact. Nou, als er ergens impact te maken is, dan is het hier. Hoe dan? Als we kijken naar honger, dan zullen wij om die 2 miljard monden die we extra erbij krijgen de komende decennia, zullen wij meer plantaardig eiwitten moeten eten. Als iedereen in de opkomende landen net zoveel vlees gaat eten als wij heden ten dagen doen dan hebben wij er een paar aders extra bij nodig. Wij kunnen plantaardige eiwitten maken. Bijvoorbeeld uit de overblijfselen van raapzaad. Dat doen wij momenteel al. Het kan wel. We moeten het ook lekker maken. We moeten het ook gezond maken. Maar wij kunnen die 2 miljard mensen niet voeden... met het, de manier van landbouwbedrijven zoals we nu doen. Wetenschappers hebben inmiddels al zaden ontwikkeld. die ervoor kunnen zorgen dat planten kunnen groeien in hele droge gebieden. En dat betekent dat in die droge gebieden. daadwerkelijk landbouw plaats kan vinden. Dat men daadwerkelijk de eigen voedsel kan produceren. Laten wij ook zorgen dat we dat ook kunnen toepassen. Het kan al. En dan voedselverspilling tegengaan. Dat is een heel simpel iets wat we kunnen doen. Een derde van ons voedsel verspillen wij. 1,3 miljard ton voedsel verspillen wij. Kooien we weg. Verrotten we. Iedereen zoals wij vandaag bij elkaar zitten... kunnen daar vandaag al mee beginnen om dat niet te doen. Maar ook bijvoorbeeld de industrie die kan zorgen... dat er betere, sterkere ijsschalen komen... zodat eieren minder snel breken. Fermentatie is een eeuwenoude techniek... We kennen het allemaal, hè? Maar als je dat op industriële schaal toepast, dan kunnen we ontzettend veel grondstoffen, landbouwgronden, water sparen en daarmee zorgen dat we niet ten koste van de aarde ons voedsel produceren. We kunnen ons voedsel verrijken met vitamines. Heel veel mensen in ontwikkelingslanden die vullen. Die voeden niet, die eten voedsel om te overleven, maar er zit heel weinig voedingswaarde in. Wij kunnen daar vitamines en mineralen aan toevoegen, zodat zij ook zich veel meer en veel beter op gezond eten kunnen ontwikkelen. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn er natuurlijk veel meer. Obesitas, gezond eten, hoe kunnen we dat nou beter doen? Nou, ook dat uh, uh, is niet zo moeilijk, alleen is er wel veel voor nodig. Jullie allemaal zijn er voor nodig. Misschien kennen jullie het spreekwoord. It takes a village to raise a child. Ik kan je vertellen, om je leefstijl te veranderen... daar heb je ook iedereen voor nodig. Alles is gezondheid. We hebben architecten nodig die zorgen dat de trap midden in een gebouw staat... in plaats van de lift, zodat we de trap eigenlijk vanzelfsprekend nemen. We hebben beleidsmedewerkers nodig die zorgen dat in gemeenten... er hardlooppaden zijn, zodat wij die verlicht zijn en veilig zijn zodat we als het donker is, s'avonds nog een rondje kunnen hardlopen. We hebben scholen nodig die kinderen laten zien hoe leuk het is om te sporten en te bewegen. En dat ook met sportverenigingen kunnen doen. We hebben de voedingsindustrie nodig die zout en suiker, suikers kunnen vervangen en, en verzadigde vetsturen kunnen verminderen in ons eten. We hebben de Europese Unie nodig die labelt op voedsel, zodat we kunnen zien en kunnen kiezen in de supermarkt voor gezond voedsel. En ook in die supermarkt als die tomaatjes nou eens bij de kassa staan in plaats van die Snickers en die andere chocolade, als ze nou eens duurzaam geproduceerd gezond voedsel meer zouden aanbieden, dan zijn we al een heel eind. Ik zou zeggen: maak het ook leuk. Kijk eens op YouTube en zoek eens op Stockholm pianotrap. En dan kun je zien hoe ontzettend leuk het is als je met een grapje mensen laat bewegen. De wetenschap en de industrie hebben al lang die zoutvervangers gedaan. Wij kunnen veel meer kinderen laten bewegen. Maar ik wil jullie niet iets, iets niet onthouden en dat is de toekomst. De toekomst is precision food. Personalized food. En dat is ontzettend spannend. We weten al dat sommige mensen niet zo goed tegen gluten kunnen... en niet tegen lactose kunnen... Maar eigenlijk, zoals we hier zitten, doen we het allemaal verschillend op verschillende voeding. Ik doe het veel beter op bepaalde voeding die voor jou heel gezond is, is voor mij niet zo gezond. Ik kom bepaalde vitamines tekort terwijl ik het niet weet. En wij kunnen in de toekomst, en daar zijn we heel hard mee bezig, voorspellen wat je nodig hebt straks om gezond te zijn. Aan vitamines, hè, we hebben allemaal in die winter achter die schermen thuis gezeten. Heel veel van ons hebben vast een vitamine D tekort. Terwijl we weten, door COVID, hoe belangrijk het is om vitamine D op pijl te hebben. Een spannende ontwikkeling. En dan de aarde. We hebben monoculturen. We hebben dieronvriendelijke wijze van productie. We vangen massaal onze oceanen leeg. En het kan veel beter. Daar hebben we onze boeren voor nodig. Maar we vragen nogal wat van onze boeren. Wij vragen van onze boeren om duurzaam te boeren, om beter voor dieren te zorgen, minder antibioticum te gebruiken. Wij vragen voor hen om circulair te zijn, om diversiteit te bevorderen, en wij vragen dat allemaal van hen, terwijl ze tegelijkertijd op de wereldmarkt moeten concurreren tegen dumpprijzen, tegen bodemprijzen. De oplossing is binnen handbereik. Als wij Meestal is het zo, dat weet ik ook uit mijn vorige baan, waar je voor betaalt, dat krijg je. Waarom betalen wij boeren eigenlijk niet voor duurzaam produceren van voedsel? Als we hen daarvoor betalen, dan krijgen we dat. Waarom belonen wij hen niet als ze additieven in het voer doen, waardoor koeien minder methaan uitstoten? Waarom belonen wij hen niet als ze stalsystemen installeren, waardoor de emissies teruglopen? Maak dan ook zichtbaar voor consumenten wat duurzaam is geproduceerd. Als je zichtbaar maakt voor consumenten wat duurzaam is geproduceerd, dan kan ik zien het verschil tussen zalm die gekweekt is op wildgevangen vis. 6 kilo wildgevangen vis is nodig voor 1 kilo kweekzalm. Maar wij kunnen zalm ook opkweken op algen. Algenvoer maakt dat de zalm gezonder is, want die bevat meer omega-3. En tegelijkertijd doen we enorm veel voor de biodiversiteit in onze oceanen. Maar ik als consument moet dat wel kunnen zien. Er kan ontzettend veel. We zijn momenteel in Nederland bezig om vlees te kweken uit één cel. Wat betekent dat eigenlijk als we dat straks kunnen? Dat betekent dat we geen dieren meer hoeven slachten, geen antibiotica meer hoeven gebruiken. Niet meer bang hoeven te zijn voor ziektes die van dier op mens overspringen. Dat we heel veel doen voor uh, dierenwelzijn, dat wij uh, kortom uh, veel minder water gebruiken, veel minder land gebruiken en toch vlees kunnen hebben op de barbecue. We zijn daar momenteel in Nederland hard mee bezig. Moza Meat, Meatable zijn twee bedrijven, jonge bedrijven, die daar enorm hard in gaan. Dit is de toekomst. Dit gaat gebeuren. Wij kunnen nog veel meer. Wij kunnen verticaal landbouwen. Wij kunnen, zoals ik al zei, plantaardige proteïnen maken. Wij hebben fermentatie waarmee we land en water besparen. Wij moeten onze gereedschapskist slim inzetten om te zorgen dat de gereedschapskist die de natuur ons heeft gegeven slim inzetten. Biotechnologie combineren met artificial intelligence en data science, dat gaat in de toekomst het verschil maken. Vandaag gaat het over impact maken. En als er ergens is, iets is waar wij impact op kunnen maken, dan is het op onze voedselsystemen. Op gezondheid, door voeding, voor mens, dier en aarde. En we zijn er nog lang niet. We moeten vooruit en daarvoor hebben we wel compassie nodig. Compassie met die mensen die honger hebben. Compassie met die mensen die overgewicht hebben. Compassie met onze aarde waarvan wij er maar één hebben. We hebben ook doorzettingsvermogen nodig. Het is heel snel gezegd, we moeten ons verdiend model veranderen. Nou, ik kan je vertellen, snel opgeschreven, moeilijk gedaan. We kunnen zeggen, in de EU moeten ze de regelgeving aanpassen, zodat we beter en meer biotechnologie kunnen toepassen, zodat we die milieu kunnen sparen, onze aarde kunnen sparen, voedsel kunnen maken voor mensen die het nodig hebben. Kan je vertellen, regelgeving in de EU veranderen, dat is zwemmen in modder. Leefstijl aanpassen. Iedereen die het wel eens heeft geprobeerd. S'nachts in je bed neem je van alles voor. Maar na de lunch is het alweer een stuk moeilijker dan je in je bed had bedacht. We hebben echt elkaar nodig om impact te maken. Om het verschil te maken. En Nederland heeft er alles voor in huis: we hebben de technologie, we hebben de kennis, we hebben de wetenschap, we hebben de industrie, we hebben het jonge talent. Alles in huis. We hebben leiders nodig. Maar we hebben ook volgers nodig. En daar had ik een heel leuk filmpje voor. Maar het bibbert te veel. Dus ik zou jullie willen zeggen: Kijk eens naar een filmpje op YouTube. Het heet First Follow Leadership from Dancing Guy. En dan zie je dat leiderschap niet alleen genoeg is, maar ook volgers. Ik reken op jullie. Dat was het. Dank u wel, mevrouw Schippers. Dames en heren, we hebben een aantal vragen van u ontvangen, van jullie ontvangen. Even kijken. Ik heb Anna te koppelen. Anne, of Anna, sorry, Anne. Ik zeg ja, stel je vraag. Anne oh, inderdaad. Ja, um, ik vroeg me af uh, hoe u denkt over ecosysteemrestauratie uh, en over het houden van vee met als nut eigenlijk om het voedsel wat wij dan eigenlijk weggooien, om dat aan het vee te voeren en dat vee te gebruiken voor consumptie, in plaats van voedsel te verbouwen voor eigenlijk onethische industriële megastallen en om dat dan weer te gebruiken voor consumptie. Nou, ik denk dat we allemaal hard moeten werken aan verbetering van dierenwelzijn over de hele planeet. Uh, ik denk dat we allemaal moeten werken aan een betere balans in ons voedsel. Meer plantaardige eiwitten, minder dierlijke eiwitten. En ik denk dat we dat niet alleen moeten doen uit ethische overwegingen. Ik denk dat we dat niet alleen moeten doen uh, 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 voor onszelf, maar wij moeten dat ook doen voor anderen. We krijgen nog 2 miljard mensen erbij. Hoe gaan we die in hemelsnaam uh, goed en gezond eten geven als we door blijven gaan zoals we doen? He, dus ik ben erg voor circulaire landbouw. Ik ben erg voor verbetering van onze landbouwsystemen. Ik wil niet hier een moreel oordeel zelf voor iedereen uitspreken over vlees eten. Maar ik vind wel zelf dat we het echt anders moeten doen. En het echt anders zouden moeten doen... is dus inderdaad gewoon meer plantaardig eten en minder vlees. Om daar een betere balans eigenlijk in te vinden. Ja, en ook, ook... optimaal benutten van het landbouw en het landgebruik dat we eigenlijk hebben. Ja, en daarbij letten op biodiversiteit, minder monoculturen. Zorgen dat de biodiversiteit kan toenemen. En dat geldt niet alleen voor grond, hè. voor mij geldt het ook voor oceanen. Als je ziet hoe we die oceanen momenteel aan het leegvissen zijn, ja, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat dit niet door kan gaan. Hè? En als we dan toch vis willen eten, laten we dat dan op een verantwoorde manier doen. Wij moeten met elkaar deze omslag maken en daar hebben we ons, ja, iedereen voor nodig. Sorry, ik zit de hele tijd naar het scherm te kijken, maar ik moet eigenlijk naar een blaadje kijken. Ja. Dus misschien denk je, wat kijkt dat mens raar in de lucht? Oh. Maar dat komt omdat ik dan vergeet naar het plaatje te kijken. Ja. Mooi, en dank je. Denkt uh... u ook dat dat... Dan... Oh, sorry. Mag ik nog één vraag stellen? Uh, heel kort. Ja. Denkt u ook dat dat te maken heeft met dat er heel veel kennis is... maar eigenlijk dat er te weinig educatie is over dat onderwerp? Nou, ik denk om een omslag te maken... en ik hoop dat ik dat ook heb overgebracht... dat we allemaal nodig zijn. En ik denk dat we te veel individueel doen en te weinig samen... En wat ik eigenlijk zou willen is dat we één grote beweging krijgen. Een beweging waar jonge mensen volgens mij ook best gevoelig voor zijn. Die, die beseffen dat we maar één aarde hebben. Die beseffen dat we maar één lijf hebben. He, dus hoe gezond we moeten leven en eten. Ja, dat is niet saai. Laten we het met elkaar fun maken. Laten we met elkaar de handen ineens slaan. En het verschil gaan maken. En dat het, de urgentie ontbreekt wat mij betreft nog te veel. Dankjewel. Heel mooi, dankjewel. En nog een uh, volgende uh, vraag vanuit uh, Gracia Latumiek, als ik het goed uitspreek. Gracia, hoor je ons? Hoor uh, ja. horen jullie mij? Ja, wij horen jou ook. Nou, stel je vraag. Ja, uh, het is trouwens laatst bij mij in nou, is Een beetje een lastige achternaam, maar ik geef het niet. Um, mijn vraag gaat eigenlijk over... Um... Nederland uh, specifiek. Um, in Nederland hebben we tot op de dag van vandaag nog steeds voedselbanken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen uh, iedere week een maaltijd op tafel heeft, uh, maaltijden. En ik vroeg me af hoe je kijkt naar hoe we naar uh, eigen kunnen zorgen voor een soort van herverdeling van voedsel, zodat we er ook ervoor kunnen zorgen dat het voor iedereen beschikbaar is. Ja, ik denk uh, iedereen uh, heeft recht op gezond voedsel. Uh, dat is ook een kwestie van keuze. Hè? Ik zie nog te veel dat keuzes gemaakt worden voor ongezond voedsel. Daar waar dat eigenlijk... Kijk, een snickers kopen, dat, he, dat dient niks. Hè? Dat zijn loze... Ja, ik zeg snickers, maar iedere chocoladereep. Dat zijn loze calorieën. Dus gezond voedsel moet voor iedereen beschikbaar zijn. Want wat ik verschrikkelijk vind, is dat we enerzijds voedsel tekort hebben... en anderzijds een derde van ons eten weggooien. Uh, of verrotten, hè? Bij, bij, op, al verrotten uh, als we het produceren, als we het transporteren, eieren die kapot gaan. Dus laten we eens wat zorgvuldiger omgaan met het voedsel wat we maken. En laten we zorgen dat gezond voedsel voor iedereen uh, beschikbaar is. En dat betekent ook dat we heel veel aan educatie moeten doen. Dat we mensen ook moeten leren wat is gezond en wat is niet gezond. En een pakje appelsap is geen appel. En, een en, en fruitvla is geen fruit. He, dus wij moeten ook met elkaar elkaar leren op de lagere school, op de middelbare school, wat is gezond eten. En vervolgens heeft, wat mij betreft, iedereen recht op gezond eten. Niet alleen in Nederland, maar ik vind eigenlijk over de hele wereld. Heel mooi, dankjewel. Eén korte vraag vanuit mij. Um, leiderschap, wat is de belangrijkste eigenschap daarin? Vooruit durven lopen, uh, de discussie durven aangaan, tot actie komen. Wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren, mijn hele leven werk ik al in met gezondheid. En wat ik zie is, we praten heel veel. En ik zou graag willen dat we meer doen. Dus ik zou heel graag willen dat iedereen kijkt, wat kan ik er eigenlijk aan doen? En dat iedereen kijkt, hoe kunnen we deze beweging sterker maken? Hoe kunnen wij zorgen dat de gezondheid van mens, dier en aarde, dat we dat met elkaar beter maken? Want het moet, er is eigenlijk geen alternatief. Dus ik zou zeggen, we kunnen beter vandaag beginnen. Ja, mooi, dankjewel. We gaan samen en u blijft nog heel even hier naar een poll. Uh, mag de poll uh, starten, kunt u even meekijken naar de resultaten. En staat ook uh, achter ons uh, op het scherm. Kijk, op welke manier draag jij bij aan duurzame en gezonde voeding? Nou, dan gaan we zien even wat de deelnemers allemaal zeggen. Wat verwacht u? Ik verwacht dat iedereen die vanmorgen de tijd neemt om met de eerste mooie dag hier te zitten, dat hij al veel bewuster is dan de gemiddelde Nederlander. En dat iedereen ook stiekem denkt, eigenlijk kunnen we het ook nog beter doen. Ja. Dat denk ik. Ja. Maar ik denk dat we hier wel een paar voorlopers zullen hebben. Ja, mooi. Nou, ik zie dat de echte voorloper is, ik eet minder tot geen vlees. Nou, oh. kijk. Nou, ik denk dat we een winnaar hebben. Nou, hij mag sluiten. Dankjewel. Mevrouw Graag Schippers, dankjewel.